eens in de gaten wanneer het eventjes niet draait. En als je dat ziet, dan draait stroom aan een andere vorm. En ze hebben niks gemerkt. Dat is wel een verhaal op techniek. Dat is heel leuk. We hebben daar erger. Uitstrekken dit en dat. En nou, gelijk heeft hij, want er zitten gewoon echt hele goede punten in. Alleen wij zeggen steeds meer: als je die jonge persoon of een persoon ervoor zet, ga jij vanzelf een manier verzinnen om te scoren. En jij maakt op een gegeven moment je eigen techniek ten opzichte van die verdediger. Dus dat is de. Er zijn nu steeds meer onderzoeken die bewijzen dat je vanuit dat soort trainingen meer leert dan puur alleen maar overgooien. Er zijn dus een mooi voorbeeld. KVA Kopperschietendoorn is geweest, of niet? Amstelveen, groot school. 120 koppels kunnen daar schieten. En er zijn mensen, daar win je niet van. Die schieten al die ballen van altijd van hetzelfde plekje in. Die winnen gewoon wel vier keer, dat moet ik zien. Dan heb je weer een paar die vier keer op. Maar in de wedstrijd vinden ze het heel moeilijk, of komen ze niet vrij. Ze vinden dat niet heel moeilijk. En het gaat dus, het essentiële is het vrijlopen, het vrijkomen ten opzichte van je tegenstander. Als je dat kunt, in combinatie dat je dan heel veel gaat schieten, kun je die stap maken. Dus dat is eigenlijk het idee dat wij zeggen, zoveel mogelijk met een verdediger erbij. Begin makkelijk 3 tegen 1, maak het naar 2 tegen 1. Je kunt 1 tegen 1 met de bal lopen. Op zulke manier kun je allemaal voor duimen. Ja. Ik denk dat we zo langzamerhand moeten gaan afronden. Vragen. Ik ga gewoon hier beginnen. Als er nog vragen zijn, stel je vraag en anders. Ik heb nog één vraag. Graag zo. Jij hebt het nu veel over de F en de E. Veel plezier, veel pijn en lijst mee aan de slag gaan. Mijn ervaring is wel hoe hoger je komt, hoe meer je ook op prestatie gaat zitten. En daarbij is ook plezier nog wat langer. Hoe kijk je aan tegen dat al deze vormen inbrengen in de wat hogere teams, dus van tot A en senior. Je gaf aan het begin dat voorbeeld met de bal vrijlopen, dat je dat ook op elk niveau kan doen. Hoe kijk jij dat tegen? Ik ben vooral benieuwd naar wat jij. Zelf wel, op eigen ervaring, dat ik wel heel veel aan de prestatiekant heb gezeten en me zo ook af en toe heb gedragen. Maar de laatste jaren kwam ik erachter dat er ook nog een andere kant was. En dat ik veel meer begrip en draagvlak creëerde op het moment dat ik op een andere wijze ging reageren, ook vanuit het plezier van iemand anders. Dus het compliment voor wat ze doen, meer gaan vertellen. En ik denk dat je dus uiteindelijk werd alles om plezier. En om in de flow te komen, werkt het fijner als je continu te horen krijgt wat goed gaat, dan dat je hoort wat elke keer niet goed gaat. Die wijze coach ik zelf ook. Mensen die zeggen in het begin van, houden ze een positief gezet. Ze zijn hoe het eruit komt. Maar langzamerhand, als je dat maar blijft doen, gaan ze met je mee. Want het is gewoon veel leuk. In combinatie met oefening. Ik doe ze heel veel, omdat ze daardoor ook sneller gaan ontwikkelen in de omschakeling, in hun eigen kans. Lopen met de bal, zorg dat je vrij loopt en dan gaat het niveautje alleen wat hoger. Een grote stap wegmaken en gewoon goed schieten in balans. Dus ik ben daar ook heel erg mee.